Yo gangsters, vorige week kwamen we erachter dat niet alleen Grace, maar ook Cassidy heeft meegedaan aan Lang Leven de Liefde. Ja. En we kwamen erachter dat Cassidy ook meedeed aan Take Me Out. Gek nog, zij is een keer voorgekomen in mijn video. Ik heb haar al een keer eerder besproken. Langer dan mij. Oké, nou het niveau ligt niet super hoog. Zij is de langer dan mij girl. Ze was aan het bespreken waar ze op valt en dat was dit. Hoe heet dat? Blauwe ogen, blonde haren. Langer dan mij. En ik weet niet hoe met jou zit, maar als ik dat hoor, denk ik niet direct aan Harry van het Kamp. En ook geen bruin haar, denk ik. Of een bril. Oké, nou, nu weet ik gewoon niet wat ze doet in dit programma. Alhoewel, daarna kwam een Joey Bravo x Harry van het Kamp uit de lift gezet. En zij was de enige van alle vrouwen die een special like gaf. Wie hebben we gedrukt? Hier. Waar? Hier. Oh, hier. Is Harry nou haar type? Ik heb geen idee. Of misschien heeft ze gewoon een beetje de verlanglijstje aangepast. Na 3 datingsprogramma's zonder succes. Oh. Dag mensen, we gaan vandaag alweer kijken naar aflevering 4 van Harry van het Kamp zoekt een vrouw op het kamp. Wat is nou de titel? Uiteraard begon de aflevering met een high budget ingesproken boodschap. Jullie weten allemaal dat ik van feesten hou, draaien, muziek, alles erop en eraan. Maar ik ga jullie vandaag eens laten zien wat ik ook heel erg leuk vind. Dus trek daarom allemaal een leuk jurkje aan. En dan gaan we kijken hoe los jullie heupen zijn. Ik zie jullie straks. Ze gingen bowlen. Nee, ze gingen dansen. Wat ik gek vind, want Harry had nogal een mening over mensen die dansen. Rilana, danseres. Dat het een soort test is. Hij gaat nu kijken wie er allemaal niet gaat dansen. Dat is sowieso dansen zonder. Nou, pak je knuppel er maar bij, want die voetjes gaan van de vloer. Voilà. Hi. Hallo. Nou, ziet er leuk uit hier. Het is tijd om even... Ja, het ziet er echt leuk uit, kom aan. Je bent in feestcafé de Rietschoof. Met 3 ballonnen en een kinderzitje. Noem waar ik zelf een goed in ben, waar ik zelf wel leuk vind. Even lekker dansen, even die leupjes losgooien. Zoals jullie weten, hou ik van muziek maken, draaien, feesten, alles erop en eraan. Dus we gaan even kijken hoe los jullie leupjes zijn. En daar heb ik Ro van bij. Oh shit. Hij is Oh shit, die is geil jongen. Oh, ik krijg een natte kut van. Nou zeg. Oh, die is geil jongen. Dat is helemaal niet grappig. Maar wie zei dat? Iemand vergat even dat ze daar van Harry was. Nou, zij dus allemaal oefenen met dansen. Ging hartstikke goed. Ja, salsa. Ja, ik lust salsa saus, maar salsa dansen, dat is niet voor mij weggelegd. Ja, bij ons in de ruizige cultuur is dat wel een dingetje, snap je? S'avonds barbecue, kampvuurtje aan, even lekker dansen met z'n allen. Dus ja, daar hoort er zeker bij. We gaan meteen gewoon beginnen met de basis van de salsa. We beginnen met de basis van salsa. Dat is shake, shake naar achter, shake naar voor. Shake, shake naar achter, shake naar voor. Claudia, voor jou is de basis van salsa tomatenpuree en knoflook. Beetje verwarmen op middelhoog vuur. Oh my god, dat is de slechtste joke ooit. Nou, Harry nog meer dansen met alle vrouwen. Hartstikke leuk, ook romantisch. Nog een soort van hè, een feestcafé de Rietschoof. Grace heeft echt van die zaadvraag in de ogen als hij met je aan het dansen is. Oké. Fuck hell. Nou, hij moest dus weg bij zaadvraag in de ogen en dansen dus met Rachel. Alleen daar zat een maar aan. Met Rachel vond ik het ook heel fijn om te dansen. Alleen, er kwam geen emotie meer los. Er is niet echt een bepaald gevoel wat ik had ontwikkeld tijdens die dans. En ik probeerde het wel te zoeken ergens, maar... Het kwam op een of andere manier niet. Bij Rachel dus blijkbaar niet. Ik hoop dat het wederzijds is. Anders is het zo lullig. Laten we eventjes een beetje gaan dansen. Even kijken of er iets meer gevoel bij komt. Iets meer loskomt. Want... Nou, toen jij maar naar achter gooide, had ik wel even iets van liedje. Ja, maar dat is nog nooit bij mij gedaan. Oh, serieus? Oké, wat goed. Wat goed dat je dat zegt. Nou, ik had dat dus niet. De koets staat al klaar, je mag instappen. Kijk elkaar in de ogen en dan komt er toch of iets vrij of helemaal niks. Ja. En ja, ik hoopte wel dat dat tussen ons zou komen vandaag. Maar dus helaas, ik heb nog helemaal geen gevoel of iets, snap je? Nee. En dan ben ik gewoon heel lelijk in. Ja. Je bent een super knappe lieve meid, met alle respect. Maar helaas houdt het wel op voor vandaag, voor hier, voor ons. Oké. Nou, ik was ook nog niet klaar met mijn verhaal. Zoals ik dus zei, toen je me net achterover gooide, dacht ik echt zoiets van... Woe! Maar zo van... Woe! Ik word misselijk van jouw gezicht. Waar is de koets? Ik zou een goede moeder zijn. Ik kan lekker schoonmaken. En je kan ook gewoon heel erg hard met mij lachen. Dus... Sorry, Harry. Rietje, wacht! Wacht! Wacht nog heel even. Harry, wacht heel even. Blijf staan. Kom anders terug. Wat zei je over schoonmaken, Rachel? Oh, deze grap duurde veel te lang.
En daar ging de eerste keer verkeerd. Oh my fuck. Nou, zij moest dus weg. Super zielig. Helemaal afscheid nemen van elkaar. Gedag zeggen. De meiden waren ook echt heel erg verdrietig. De honden helemaal kapot ervan. Tja, meer ruimte voor mij, ja. Ja, ik ben wel blij dat ik het niet was. Ja, het was zielig, maar ja, bij de show. Oké. Okay. Nou, de meiden terug naar huis. En toen werden ze gefilmd door de buurman met de iPhone 6. Die gast heeft natuurlijk nog nooit mooie vrouwen gezien op dat kutkamp. Gelijk filmen als bewijs. Nee, ik zweer ze waren hier. Nou, toen kwam die zus om een boodschap te brengen. Toen was nog steeds die gore man aan het kijken. En Grace werd toen uitgenodigd. En zij ging zich helemaal mooi maken. Dit is geen push-up BH. Sorry. Ik twijfel nog maar. Ja, er mag een grap over gemaakt worden. We maken ook grappen over anabolen van mannen. Nou, toen zag ze er voorbeeldig uit en toen ging ze naar de date, naar Harry. Hallo, zie je er mooi uit? Hoe is het, schat? Goed, met jou. Goed. Mooi. Kom zitten. Nou, dankjewel. We laten proosten op een leuke date. Ja, zeker. Proost. Hij is heel netjes, echt een gentleman. Ik hou van als mannen gentlemen zijn, dus zeker een pluspunt. Gentleman? Wat zijn we opeens vergeten waar de fuck Harry bekend van is? Hij is hier bekend van. Hij heeft letterlijk zijn eigen nummer die wordt gedraaid als hij seks heeft op televisie. Hij is ook niet aardig tegen de vrouw waar hij seks mee heeft. Hoe de fuck is hij een gentleman? Terug naar iets belangrijkers. Over 5 jaar wil ik eigenlijk ook wel sowieso wel een kindje hebben. Ik wil het liefst gewoon 1 kindje. Maar ja, je hebt het nooit woord zeggen en als het er meer is, vind ik het ook niet erg. Dat was vrij overbodige informatie dan, als het je niet uitmaakt. Oké. Okay. Ze heeft dat doel, ze weet wat ze wil. Het is geen meisje meer. Dus dat is wel iets wat me aantrekt. Wat vind jij van zoenen op een eerste date? Zoenen op een eerste date? Ja. Nou, wat denk je? Het is fucking Harry van het kamp! Zoenen op een eerste date kan eigenlijk niet, man. Nee? Ik vind het een beetje asociaal. Heeft Harry geheugenproblemen? Ja, als je zulke glazen wijn drinkt. Maar dit is de tweede volgens mij. Derde zelfs. Ik krijg het zeker warm voor Harry, hoor. Ik zie het al helemaal voor me. Ik heb het nu al warm. Oh, dit was gewoon allemaal één grote nice. Gaan ze zoenen? Tuurlijk gaan ze zoenen, come on. Ze gingen zelfs dichter bij de camera staan om te zoenen. Is zoenen geen probleem blijkbaar, toch? Ja, die zoen was er opeens. Het was opeens. Jullie waren maar aan het bespreken van tevoren. Wat vind jij van zoenen op een eerste date? Jullie hadden nog net geen agenda erbij om hem in te plannen. Jullie hadden gewoon een Zoom-meeting. Als je elkaar knuffelt of je geeft elkaar een kus en je voelt het niet, dan gaat dat waarschijnlijk ook niet komen. Nee. Dankjewel. Ik ga de meiden vertellen dat ik heb gezoend. En ik ben Huub. Ja, dat vind ik wel erg goor. Waarom moet hij dit nou weer daarna doen? Ja, hoezo Grace het hebben gehad? Ik vraag mij echt af. Ja. Nou wel. Ik denk dat ze lekker hebben gegeten samen of zo. Denk ik. Ja, weet je, het is ook wat ik echt afvraag, want Hardy valt normaal echt niet blond. En nou ineens is ze met de blonde, dus ik vraag me eigenlijk zo af. Ja, oké, dat is waar. Alleen, mensen zijn niet heel consequent in alleen interesse hebben voor hun type. Dat zou jij moeten weten van alle mensen, Cassidy. Hoe het gegaan is en wat hij ervan vindt. Ja. Ja, ik denk zo, ja. Wat ik zelf denk is, ze is een heel knap meisje. Dat ze is echt een knap meisje. Ja. Want daarmee is gewoon niet te tippen. Nee. Maar ik denk qua karakter dat het niet voor Harry is. Ook al niet. Nou, de karakter is niet echt iets voor Harry, maar ze is wel echt bloedmooi. Alleen ze is blond en dat is niet echt iets voor Harry. Volgende keer als er iemand weg moet, heb je nog wel een beetje stress? Het blijft altijd spannend, ja. Maar ik weet wel dat we gewoon een hele goede date hebben gehad. En dat ik wel op zich een goede indruk heb achtergelaten, denk ik. Gezoend? Een beetje. Nou, we hebben wel gezoend. Ja. Ja, we hebben wel gezoend. Nee, dat meen je niet. Ja, dat is wel echt vies. Dat vind ik wel echt vies van hem. Wat? Hoe vergeten mensen dat hij 3 jaar geleden 18 vrouwen op televisie heeft gedaan? En alsnog heb je voor hem opgegeven. Een zoen kan heel veel zeggen over iets. Hè? Ja, dat weet je, schatje, maar dan ga je toch niet eerst daarna nog met andere vrouwen op date? Zou je niet lullig vinden als wij hem nou zoenen, Ina? Nee, ik zie het probleem helemaal, nee. Je hoeft niet met hem op date. Je hoeft niet met hem. Je kan nu weggaan. Je bent binnen een half uur thuis waarschijnlijk. Kijk, bij The Bachelor zit je aan de andere kant van de wereld, afgezonderd. Heeft iedereen ook een heel nieuw garderobe gekocht.
Nou, dat valt bij dit programma ook wel mee. Ja, ik vind het wel echt erg. Het hoort bij leren kennen. Sorry, nee, ik vind dat niet leren kennen. Ik vind iemand zoenen. Mijn vent hoeft niet een andere vrouw te zoenen. Klaar. Nou, goed nieuws. Het is je vent niet. Fucking chill, toch? Eerlijk, waarom zegt niemand dat tegen haar? Hé, Cassidy, het is niet je vent. Oh, wat chill. Ik dacht helemaal dat hij was vreemd gegaan, joh. Ik ben op zoek naar een serieuze man. En een man hoeft voor mij geen één andere vrouw aan te raken. Je mag leuk hebben, je mag kijken wat je wil, maar raak je een andere vrouw aan, is voor mij klaar. Denk je dat je als laatste eindigt? Nou, dat zien we dan wel. Ja, maar dat is het hem. Je doet het al voordat je het amper weet, snap je? Nee, ik deed het omdat ik de vijf voel en ik wou ook weten hoe hij zoent. Want dat is ook belangrijk voor mij. Ja, maar waarom moet je weten hoe hij zoent? Nou ja, om de chemie te voelen. Ja, maar is hij nu serieus of niet? Ben ik aan het kijken naar een hele lang uitgerekte bananensplit aflevering? Ik verwacht gewoon elk moment Frans Bauer van achter de hekken. Misschien is hij undercover als de buurman met de iPhone 6. Om de chemie te voelen. What the fuck? Ik zit hier zwaar. Het doet mij pijn. Ik zit hier zwaar mijn tijd te verdoen. Ik heb daar eigenlijk tijd voor aan, maat. Ik zweer, ik ben echt verschut. Ik zweer, ik ben echt verschut, man. Dat is het fragment waar we in aflevering 1 naar keken. Het slaan met een muggenschuifdeur. We weten eindelijk de reden. Ik had niet verwacht dat de reden zo dom zou zijn. Als in, ik word er ook gewoon een beetje boos van dat dit de reden is. Weet je? Fuck you! Wat de fuck is dat de reden? Kan iemand een fucking normale deurje inzetten? Ik ben weg met deze podcast. Ik zweer, ik heb er geen tijd voor, man. Deze bullshit. Podcast. Baba. Die smeren. Wat gebeurt hier? De buurvrouw is ook echt aan het meekijken. Oh, weet je wat er wat lijp is? Dat Cassidy degene is die dit zei. En dat die wel groot is en ik hou ervan als een man aandacht heeft. Waarom dan weet ik dat ik iets knaps heb, snap je? En nu krijgt de man waar ze interesse heeft, Harry, aandacht van vrouwen. Gaat ze slaan met een schuifdeur? Ik ben niet de enige die dat grappig vindt. Ik was van de week wel eens op een festival en toen kwam iemand naar me toe en die zei: dude, ik ben helemaal stuk gegaan om die muggendeur. Ik zweer, ik heb hem getond. Nee. Nou, Harry moest haar dus troosten en je zag de hele tijd aan zijn gezicht: ik wil nu dood. Ik zit hier in een programma met 16 dames. Ja, ik zie dat. Uiteindelijk zijn er 5 over. Troosten. Ja, het programma uitleggen. Oké, het programma gaat als volgt. We stellen elkaar allemaal voor in aflevering 1. Ja. Wat je weet van tevoren, weet je dat hij niet tot het einde gaat wachten tot het een meisje. Ja, tuurlijk. Ja. Dat weet je gewoon, dat is logisch. Want je gaat met meerdere meiden, ga je klik denk krijgen. Ik denk dat ze dat gehoopt had. En dat dit zo'n domper nu voor haar is, dat het best wel hard op de dak kwam. Als ik hem wil zoenen, zoen ik hem. Als ik meer wil doen, doe ik meer. Ja, ik heb niet met Cassidy te maken. Als zij dan weer huilen, huilt ze. Als ze weg wil, gaat ze weg, ja. Ik wil die alle vier om tegel. Kan iemand dit naar mijn huis sturen? Denk maar gewoon een keer goed na. Schat. Ik zweer het echt. Moet hij maar een goede vrouwtje hebben. Niet zoiets. Echt niet. Je bent zo knap. Ik zweer, je bent zo knap, leuke man. Je hebt alles bereikt. Eens wil jij nog missen, is een goede vrouwtje die jouw doel ook accepteert. En wat doe je alles bereikt? Hij is DJ geworden om een beetje geld te verdienen na zijn succes van Ex on the Beach. Wat inhield dat hij 1000 vrouwen heeft gebald op televisie. Wat doe je? Ook met Grace gezoend. Oh. Goed, dat heb je goed gedaan. Nou, goed, naar het hele gezeik gingen ze allemaal weer om een rijtje staan. Buurman erbij. En dan gaan we kijken, mensen, naar de tiara-ceremonie. Als Grace eruit gaat, ga ik echt helemaal stuk. Dan raak ik helemaal dood. Is dit een zoektocht tussen lust en liefde? En Grace, niet alleen het eten smaakt er naar meer. Dat smaakt zeker naar meer tong. Cassidy, heb je al gehoord? Ik heb met Grace gezoend. Nog een ruzie. We hebben er ook beelden van. Wil je het zien? Soraya, tijdens het dansen kwam er iets los en voelde ik wel iets. Maar mijn hart ging niet echt bepaald sneller kloppen. Maar ook ben je heel direct. En ik weet niet of dat bij me past. Cassidy, ja. Wil je deze laatste tiara aannemen? Ik wil deze kans nog wel 1 keer doen, ja. Ik heb fucking zin in aflevering 5. Oké, jongens, deze video was niet zo heel erg goed. Ik moet even op vakantie, misschien dat ik de volgende week ga doen. Maar we gaan zeker aflevering 5 kijken als jullie dat willen. Laat het even weten. Fucking jammer dat Soraya eruit ligt. Maar ja, die heeft de hele wereld aan de voeten liggen. Ze is fucking cute. Oké. Okay. Doei, schat. Doei. Doei. What the fuck?